Jord Kelder lijkt weinig verrast te zijn door de onthullingen over het wangedrag van Bert Huisjes, de leidinggevende bij omroep WNL. In een recent artikel van het AD kwam naar voren dat journalisten en presentatoren bij WNL niet volledig vrij zijn om hun mening te uiten op televisie. Zo blijkt kritiek op de CDA en VVD taboe te zijn, zoals voormalig politiek redacteur Joost Bekendam onthulde, en in sommige gevallen leidde dit tot grensoverschrijdende propaganda. In de recente uitzending van Op 1 laat Jord Kelder doorschemeren dat de verhalen over het gedrag van WNL-baas Bert Huisjes voor hem geen totale verrassing zijn. Hij werpt de bal eerst naar zijn co de host Welmoet Seidsma en vraagt naar haar ervaringen tijdens de personeelsbijeenkomst. Waar iedereen ook iets van vindt, is het bericht over de baas van deze omroep, Bert Huisjes. Hij is in het AD beschuldigd van het creëren van een angstcultuur. Ik ben eenvoudig freelancer. Maar Welmoet, jij werkt in vaste dienst hier en je was bij de bijeenkomst van het personeel. Welmoet lijkt terughoudend te zijn in haar reactie en deelt, ja, er waren verschillende bijeenkomsten vandaag. Wij dachten, misschien is het toch goed om iets erover te delen, want het waren heftige bijeenkomsten. Mensen waren geschrokken, wat mensen uit de pittige dingen in de krant. Pesten, intimidatie, manipulatie, zwangerschapsdiscriminatie. Ze gaat verder met de constatering dat velen geschrokken zijn en dat Bert zijn excuses heeft aangeboden. De baas van de raad van toezicht, Luc Hermans, corrigeerde zijn eerdere uitspraken en gaf aan dat het prijzen van Bert misschien toch niet zo handig was. Jord karakteriseert Bert vervolgens als een hork en vraagt of Bert dit gedrag heeft erkend. gaf hij ook toe dat hij een hork kan zijn? Ik bedoel, ik heb ook wel eens van die apjes van hem gehad dat je denkt, mijn god, wat is dit voor tekst? Maar ik heb dan nog als presentator een positie om te zeggen, hé, hey, doe even normaal. Dat heeft een jongere medewerker natuurlijk niet. Gaf hij dat toe? Welmoed legt uit dat het verhaal was dat mensen zich niet volledig realiseerden hoe bepaalde opmerkingen over konden komen, en er zijn excuses aangeboden. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar wat er precies is misgegaan. De onthullingen lijken een revolutie te ontketenen, mogelijk omdat naming en shaming als enige effectieve methode wordt gezien. Dit zou wellicht een tegenslag betekenen voor het Old Boys Network binnen WNL. De kwestie werpt niet alleen een schaduw op de reputatie van de omroep, maar roept ook vragen op over de cultuur en integriteit binnen de organisatie.